Verhaar. Muren. Opgepikt van Morsel. Van Morsel nog altijd. Van Morsel met deze poging op de paal. Wat een start van Sparta. Wat een pech toch ook weer. Paco van Morsel. Hoekschop met Verhaar. Dus de trap is altijd goed. En daar weer de lat. Muren. Wat een openingsfase van Sparta. Leemans. Het mag door. Van Morsel weer. Zou Sparta van moeten profiteren met Muren. Maar dan in één keer schieten. Oh, wat een redding. Van Oenerstal. Ongelofelijke eerste 5 minuten van Sparta. Maar nog steeds 0-0. Ahanach misschien erdoor. Hoe snel is hij? En nu heeft hij even zijn techniek nodig. Schakelt Verhaar in. Die moet hem met links. Oh, Holst is overgestoken. Mooie goal! Sufyan Ahanach, schitterende goal. Kan je niks van zeggen. En een soort van gerechtigheid gezien al die pechgevallen aan het begin van deze eerste helft. Prachtig uitgespeeld. Zo, daar zat heel veel frustratie in. Kasteli hier. Trekt ook naar binnen. De drukte in. Komt er nog bijna uit. Post en Leemans. Post. Zo! Op de lat. Gevaar nog niet geweken. En even leek Post te zeggen. Die bal was over de lijn. Maar daarvan was geen sprake. Ahanach. Verhaar. Ai, foutje. En ruimte nu bij Ralf Seuntjes. Die is dit een strafschop? Jazeker, dit wel. Simon Mulder, niets op af te dingen. Dit is een strafschop. Oh, Hoed heeft hem! Leemans faalt omdat Hoed gewoon weer de vorm te pakken heeft van zijn eerste wedstrijd bij Sparta. Advocaten Sparta ontsnappen. Rutte T. Krijgt hem tot bij Seuntjens. Kastelen, maar niet fataal. Post ziet Leemans staan. Nog eens proberen, maar dan nu. Oh! Nu laat hij hem lopen. Wat een fout van Yannick Hoed. Leemans heeft direct zijn revanche. Hoe is dit mogelijk? 1-1. Leemans. En weer een fout van Yannick Hoed, nadat hij juist die penalty zo stoer gekeerd had, ziet hij deze bal helemaal verkeerd. Muren moet timen tegen Seuntjes, lastig zat. Lukt ook niet. Kastelen, net geen buitenspel voor T. Ofwel, nee zegt de vlaggenist. En dan laat hij hem toch schieten en dan was het... Nee! Nee, was het mogelijk. Rutte. En Hunten. Promes. Kastelen. Rutte. Seuntjes legt klaar voor T. Weer mooi gedaan hoor. Subtiel de bal geraakt. Handstand van Muren. En dat is een gevaarlijke plek hoor. Waar VVV die vrije trap mag gaan nemen. 52e minuut. Leemans. Bal van richting veranderd. Oh, 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 oh. Sparta. 2-1 achter. Dit is een zeer ongelukkig moment. Via de muur. Sterker nog, de elleboog van Kramer. Fischer. Seuntjes. Op kracht. Seuntjes, dit zijn zijn momenten. Nu weer goed, Hoed. Opnieuw goed gericht. Ja, nee, Paul! Tjonge, jonge, jonge, jonge. Mooi balletje op Kastelen. Oh, is dit hem dan? Nee, hij wil het te mooi doen. Wat een kans om de wedstrijd zo goed als te beslissen voor Kastelen. Ach.
10 minuten nog. Plus blessuretijd, Bronjo. Robert Muren. Ja, 1-2 lukt. De ruimte zijn heel klein. Muren! Oh, Muren! Weer een belangrijke goal voor Sparta. Weer buiten de 16. Alsof hij alleen dat maar kan. 2-2. Sparta leeft weer. Het was schier onmogelijk om die combinatie te maken door het centrum. Kijk eens hoeveel geel. Maar Muren vindt het gaatje. Ja, natuurlijk ben je dan weer wakker. En hier de redding van Oenerstal. Op de kopbal van Kramer. De enige kans die Kramer eigenlijk heeft gehad. Ahanach. Friday. Friday, verrassend. Nog eens Kramer. Oh, die zit erin. Die zit erin. Robert Muren, die zit erin. Sparta wint alsnog deze wedstrijd. Hoe kan dit nou? Oh, 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 Sparta, dik advocaat. En Robert Muren, wat een goudhaantje is die man voor Sparta. Dat is toch niet normaal meer. Eindelijk, eindelijk is een keer loon naar werken voor Sparta. Ahanach. Probeer hem maar. En nu is het afgelopen. Wat een wilskracht heeft Sparta getoond in deze wedstrijd. En wat moet het Robert Muren dankbaar zijn. En wat een opluchting. Wat een opluchting vanavond op Spangen.